Het museum bestaat uit twee woonvilla's die verbonden zijn met vier loopbruggen. En dit was eigenlijk het woonhuis van de fabrieksdirecteur Kochius. En hij heeft een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in het Leerdams glas. Later, in 2007, is er een tweede villa aangekocht en zijn er vier loopbruggen tussen gemaakt. En in die loopbruggen bevindt zich de vaste collectie van het museum. Dus dan hebben we het over het transparant depot. Dus alles wat het museum bezit is permanent te zien voor de bezoekers. Mensen moeten naar het glasmuseum komen omdat je in de glasblazerij kunt ervaren hoe het glas gemaakt wordt. En hier in het museum zie je echt de veelzijdigheid van het glas. En dat is echt heel indrukwekkend om te zien.